Goeiedag. Hallo. U houdt de deur open. Open? Oh. We lopen even naar Martijn toe. Martijn is heel erg druk bezig met zijn boekje. Hij heeft net twee boekjes gekocht. Ze waren wel een beetje in reclame volgens mij, die boekjes. Dan ga ik eventjes vragen aan Martijn. Martijn, hallo. Ja. Wat was, je niet zo dichtbij komen, zie je al je rimpels. Deze meneer heeft ook verstand van het circus, hè? Wat vond u van de, trapeze act? Geweldig. Ja, was leuk, hè? Ja. Wat vond u er zo speciaal aan? Spannend. Spannend, ja. En die ene, die meneer, hè? Die vierdubbele salto, hoe heet die ook alweer? Geen idee. Weet jij nog hoe die meneer heet? Kim Pong-yang. Kim Pong-yang, heet die? Kim Pong-yang. Ja. We gaan het vanmiddag even... Vanmiddag doen ze ook ping pong. In de pauze doen ze pingpong. Okay. Pingpong Yang heet die meneer die de vierdubbele salto deed. Niet zien pingpong. Ja, we gaan het, ja, maar dat zijn ze nu aan doen in de pauze, hè? Dat zijn ze nu aan doen. We gaan ze direct eventjes vragen aan de spreekstalmeester hoe die echt heet. Ja. Ping Yang. Nog één keertje. Pingpong Yang. Pingpong Yang. Oké. Okay.